Goedendag. Kijk naar de wintersportweersverwachting van Snowplaza. Gisteren was het schitterend weer in het westelijke deel van de Alpen. Daar scheen de zon volop. Perfecte wintersportomstandigheden. Richting het oosten, dus in Beieren, Oostenrijk en Italië, daar viel nog af en toe wat sneeuw en was er veel bewolking. Vandaag trekt er een sneeuwstoring over de Franse Alpen, langzaam oostwaarts. Morgen heeft dan vooral de zuidflanken van de Alpen daar nog mee te maken. Elders zijn er wel wat wolkenvelden, maar het zijn vaak sluierwolken, komt de zon goed doorheen. Vandaag in de Franse Alpen dus veel bewolking. Vooral de zuidelijke Franse Alpen valt zo'n 5, misschien 10 centimeter. Richting het noorden van de Franse Alpen is het vaker droog. Hooguit een enkel sneeuwbuitje en zeker ook geregeld zon. In Zwitserland blijft het bijna helemaal droog. En vooral in Graubünden schijnt ook de zon volop. Een heerlijke wintersportdag bij ook prima temperaturen. En dat geldt trouwens ook voor Italië. In Zuid-Tirol de Dolomieten schijnt de zon volop. Blijft het droog, staat niet al te veel wind en ook de temperaturen zijn heerlijk. En hetzelfde kan ik zeggen voor de Bijenze Alpen en Oostenrijk. Ook daar vandaag een schitterende wintersportdag. Heel veel zon. Op 1500 meter temperaturen iets boven nul. Maar boven de 2000 meter zijn de omstandigheden perfect. Morgen aan de zuidflanken van de Alpen dus nog wat lichte sneeuw. Misschien in Zuid-Tirol nog zo'n 5 centimeter. Maar elders in de noordflanken en in het westen van Frankrijk. Prima omstandigheden. Ook vrijdag. Schitterend weer in het Alpengebied, vooral in de westelijke helft weer. In Oostenrijk en Beiren valt er misschien nog een sneeuwbuitje. Temperaturen zijn overal heerlijk. Al met al de komende dagen, dus prima wintersportweer.